Nou, ik dacht, we gaan weer één video. Sommige mensen houden van aandacht. Er zit eentje die houdt echt van aandacht. Maar is gewoon een mislukkeling. Het is echt, als je daar omheen wil hangen, ik snap dat niet. Heb je zelf geen zelfwaarde, geen zelfrespect? Hou je niet van jezelf en is dat dan de reden waarom je dat dan geweldig vindt? Het is gewoon alleen al die rap. Alleen maar struikel. Alleen maar struikel. De refreinen die zijn zwaar belachelijk, kinderachtig, goedkoop. Het zijn gewoon zo van mantraatjes of zo. Moet nog steeds leuk doen met die ene clip die die gratis geworden hebt. En als je daarnaar kijkt, een of andere volwassen beek die stoer doet, zich gedraagt als een of andere 16-jarige en het ziet er nog gay uit ook. Al heb je gezien hoe die zich in de demo-wereld gedroeg? Verkleed. Ik ging even door een paar oude video's heen van de laatste tijd. Want ik heb echt gewoon meer dan zo'n maand, bijna 2 maanden heb ik expres niks op zijn kanaal, niet eens zijn naam ingedrukt. Het is echt, dat is iets wat, waar geen gemis aan zit, waar niemand wat aan heeft. Het is echt alleen maar afleiding. Het is echt duivels werk wat daar al bezig is. Kijk alleen al nu hoe die... Het Slavisch, hè, de Slavik. Hoe die dat wil inkleuren. Als je dat gewoon... Zo de Celtics. Zo de Germanen. En daarnaast wat vroeger een Joegoslavië was. Nu het... wat is het? Kroatië en zo. Echt een duimzuigerij. Echt, die leeft en zo in zijn eigen weer. Al zou die wel met zijn hart leven. Dingen vanuit liefde doen. Had hij iets kunnen bereiken. Maar voor nu. Hey, alles wat hij bereikt met liegen. Met vals spelen en met stelen. Dat kan allemaal niet groeien. Het enige wat daarop afkomt is mensen die met hem resoneren. Die ziek zijn en niet van plan om te helen. Zichzelf zielig vinden. En niet van plan zijn om zichzelf beter te voelen. Dat zijn mensen met pijn die andere mensen pijn willen doen. De smerigheid of zo, dat is elkaar aan het aantrekken. Een heleboel mensen die blind, met blinddoek. Of met paardenkleppen, want ze hangen echt in een of ander perspectief. Zo met alles is zo fake geweest. Ik teken aan Togenstaf, praat er iets over. Zit hij met zijn Walt Disney, Topenstafje, wat er zwaar belachelijk uitziet. En hoe gedraagt hij hem? Als een of andere vibrator. Magic wand. Het is echt alles waar hij dan mee samen heeft gewerkt. En wat hij om zich heen verzamelt. Kan hij Mr. Cactus uithangen. En zit hun erbij. Ik weet niet. Ik weet niet. Het is echt. Hij is zo slim. Hoe kan je zoiets zo slim vinden. Als je weet hoe duister het is. Dat het alleen maar aan het script voorlezen is. Dat het alleen maar kan door machtsmisbruik. Samenwerking. Want mensen die lopen er in de hypnose. In de... Als slaafjes, Polonaise erachteraan of zo. Met alles. En dat hij begon met het spirituele. Was gewoon Engelse boeken naar het Nederlands vertalen. En dan de zinnen die tussendoor kwamen. Zijdnoot van de schrijver. Niet gewoon, oh, ik heb hier even een zijdnoot gemaakt. Nee, ook gewoon letterlijk betaald. Hoe slim is die dan? Het is echt zo duister. Het is echt gewoon een scammer. Het is een crimineel. Het is met de spelletjes die ze spelen. Het is echt gewoon iemand in gevaar brengen. Iemand buitensluiten. Als een copycat door het leven. Hij ziet iemand anders iets doen. Wil het zelf doen. Dus gewoon een vorm van jaloersiteit. En als iemand hem niet na mag doen. En niet van hem mag stelen. En hij benoemt het. Oh, dan is dat de vijand. Controle op positie. Hoeveel mensen heeft hij wel niet uitgemaakt voor controle op position. En de namen die hij opnoemt.
Hoor je die echt voor hunzelf opkappen? Het is hetzelfde als niemand die dan benoemt wie Mahi is. Maar wel, Mahi. Ja, maar echt te maken met een groep die denkt dat ze heel wat zijn. Alleen maar omdat ze elke keer overal mee wegkopen. Door de cult of zo waar ze in zitten. De smerigheid, hun hekserij, het toveren, de zwarte magie, hun NLP-technieken. En NK-Ultra, mensen in hypnose aan het brengen. Maar ook gewoon de machts- en positiemisbruik, wat toch wel bij politie. Bij het rechtssysteem, van advocaten tot rechters. Maar alles wat hij doet, is het gewoon net niet. Want hij is echt alleen maar gekomen met liegen, met vals spelen en met stelen. En daarna moet er toch liefde, het hart, het licht, zodat de zaadjes verder kunnen ontkiemen en echt iets kan groeien en dan ook echt iets kan bloeien. En dat blijft allemaal achterwege. En dan elke keer die emotionele spelletjes. Een slachtofferrolletje. Ja, hij hoort iemand anders praten en een video delen over target individual. En hop, hij is een target individual. Maar hoe gedraagt hij zich? Niet als een target individual. En weet niet iemand anders wat zeggen. Ja, ik doe alles solo. Ik doe alles in mijn eentje. Is hij in één keer alles in zijn eentje aan het doen? Maar kijk wat hoeveel mensen die wel eerst samen hebben gewerkt om iets te bewerkstelligen. Ja, daarna ze afblaft. Daarna doet het alsof de vijanden zijn. Maar wel iets bereikt heb door met een team. Ik heb echt alles in mijn eentje gedaan. Dat ik zei, weet je wat, ben jij dan gewoon met je hele leger, maar een one man army, dan ben ik teamgod. En, in één keer, hij was teamgod. Doet hij alsof hij geblest, gezegend is. Een soort van uitverkorene. Weer, allemaal fake. Allemaal leugens. Echt, met alles wat hij doet en alle inzet. Al zou hij dingen vanaf zijn hart doen. Ik ben te goede trouw, ik werk vanaf mijn hart. Maar iedereen die weet dat het niet zo is. Als dat echt zo was. Echt met liefde en echt met zijn hart. Echt met zijn passies. Een beetje naar verlangens, maar het zegt alleen maar in lusten en de gierigheid, hoor, of van dat van een ander. Het is bijna alsof het zijn werk is om anderen te slopen. Maar oh, hij is sociaal en aardig, geweldig! En als je dan ziet wat er deze 3 jaar maar achteraan is blijven huppelen. En hem aan het kontvingeren is, is anus aan het likken. Echt, die valse schouderklopjes, het aanmoedigen wat helemaal nergens om gaat. Echt, allemaal emotionele spelletjes, weet je, cult die er allemaal omheen hangt. En ze kunnen allemaal iets winnen door een ander te slopen. Ze kunnen er allemaal op vooruit gaan, door een ander te slopen. En dan gaan ze van gangstakken, cyberpesten. Ze gaan wel tot 30 wetten die overtreden worden, wordt allemaal niet op ingegrepen, maar hun zijn ten goede trouw. Het is echt zo fake, maar het is ook gewoon belachelijk. En ze missen echt een bepaalde X-factor, omdat het gewoon niet hun unieke zijn is waar ze mee bezig zijn, maar ze hebben iemand anders iets zien doen en dat willen ze dan ook doen. En tegelijkertijd lijkt het echt, hè, hun werk, hè, verdeel en heers. Zorgen dat de controle er blijft, zodat agenda's gepusht kunnen worden. Zelfs bijgewerkt aan het creëren van een wappie zijn. Terwijl, kijk, hun noemen jou wappie en weet je wat, whatever, noem jij maar wappie. Waarom dan zelf? Ik ben een wappie. Tralalalala. En weer allemaal zo belachelijk. Gewoon, kleinzichtig. Maar ook gewoon, het is een korte termijn of zo waar ze mee bezig zijn. En daarna willen ze doen alsof ze een soort van geheugenverlies. Zogenaamd die weten wat speelt. En hetzelfde als, er drijft een laptop ergens in het water. En al die mensen die zogenaamd niks zien van wat er speelt. Het is allemaal acteerwerk wat gewoon belachelijk is. Het is allemaal willen doen alsof er een bepaald talent is, maar als ze meegaan door een of andere talentenjacht, dan komen ze nergens, hoor.
Maar met al dat fake eromheen kan het er een beetje uitzien alsof het wat is of zo. Zag hem staan met zijn telefoontje en een roeptoeter. Niet weet hoe hij op zijn benen moet staan. Het zag er bijna vrouwelijk uit hoe hij er stond. En dat filmpje, die allereerste keer dat hij met Yuri Plato op het podium staat. Kijk hoe hij door zijn benen gezakt en over het podium heen loopt. Het is echt gewoon, het ziet er gewoon belachelijk uit. Het is het gewoon niet. Het is het gewoon niet. En als je nu, na zoveel jaar, nog steeds leuk moet doen met die ene gratis clip die je gewonnen hebt, de video schieten. Een soort van eendagsvliegje uitblijven melken en er elke dag leuk mee doen. En als je dan gezien hebt wie er maar omheen is blijven hangen. Dat begon met zo'n Arie Eikema. Een Miranda die allemaal opdeten en ook naast op mocht zitten. Een Bridget Jansen. Die het waren geweldig. Van links naar rechts, nou en. Tegenstrijdig. Nou en. En dan de informatie. Hoe die zo'n Oeralinda-boek aan het ontcijfer is. Mensen horen gewoon zelf dat Oeralinda-boek te lezen. Hè? Met hun eigen ingevingen. Of met hun eigen inzichten. Zelf onderzoeken. Zelf analyseren. Niemand zit erop te wachten tot een ander dat gaat inkleuren. Behalve de idioten die erachteraan blijven. Want ze geloven toch nergens in. Ze vinden het heel leuk, de smerigheid die bezig is. Het criminele gedoe. De scammers. En zoals Arie zei, je kan een scammer niet scammen. Het is allemaal zo doorzichtig gebleken. Die kan beter gewoon een manager zijn. Ja, als hij iemand ziet, diegene dan helpen om dat te bereiken. En dan zijn dromen en zijn visies erop van, ah, zo kan je het beter doen. Want als hij het zelf gaat doen, dan gaat het helemaal nergens zijn. Is hij het alleen maar kapot aan het maken. En dat is echt cool. Ik denk, die is voor de duivel aan het werk. Het is alleen maar alles kapot maken. Het is alleen maar verstoppen dat er erfenis gestolen worden. Het is alleen maar verstoppen dat er verwaarlozing, misbruik, hekserij, satanische netwerken. Is hij de pedofilie aan het verstoppen of zo? En net als dat Demming de doofpot in moet. Nou, dan ga je kijken wie die allemaal de grond in wil stampen. Ja, ik als slachtoffer van dat geheel. Maar hij is ook met wou te raad geven. En met een huigplug. Met de hele red pill. Hij is gewoon alles aan het slopen wat de pedofilie aan wil kaarten. En dat daar, hoe serieus moet je het allemaal nemen als ze alleen maar naar elites wijzen of daarbij niet bij kan komen. In plaats van dat ze zich bezighouden rond slachtoffers om aan te kaarten wat voor vieze zwarte vlek, echt kankergezwelle vlek, er in de samenleving is. Waarbij echt gewoon rituelen en opofferingen bezig zijn. Dus hè, dat is veel wat anders. Ja, dus die kant stuur ik het een beetje op. Maar tot ze iets aanwakkeren bij mensen die ergens doorheen gegaan zijn. Misschien wel een beetje MK Ultra, de hersenspoeling, de gaslighting. Tot daar iets aanwakkert. Maar breng het dan ook een stap verder en daarom heb ik zoiets van. Maar echt, dat mensen maar achter zoiets fakes kunnen aanlopen. Het moet toch allemaal maar via beeld, want anders ziet het eruit zoals het met Helm ging. Kan er geen oogcontact kunnen zijn, je ziet er weer zo nep uit, is het echt weer de boot gemist. Ja, hetzelfde als met Inge 5D doen, maar oh, er is toch als de tanks hè, door de straat rijden. En twee SS'ers voor de deur, twee joden binnen. Het is echt gewoon niet 5D kunnen doen, want de drama van 3D die moet erin. Het is toch hoe mensen kijken. Het is toch hoe zij het weer aan het uitsmeren. Het is echt gewoon één groot programma, wat echt gewoon satanisch te doen is. Control opposition in meerdere lagen. Ja, niemand kijkt tv, dus alles gebeurt nu op het internet. En daar is een beeldvorming, daar is een emotioneel gevak, waar we iedereen onderbuikgevoelens, waar mensen met het hoofd aan het spelen zijn en een soort van balans gecreëerd wordt voor het nieuwe normaal. Hun zijn bij wijze van spreken gewoon agenda 2030 ja, in stand aan het houden. En zorgen
Dat de demo-wereld, dat ze daar controle over hebben, een beetje kunnen sturen, een paar belachelijke figuren met een lelijk gebit naar voren schuiven, die ze dan nou helemaal afblaffen. Nee, kijk alleen al naar Break the System. En dan gaan ze nu doen alsof ze elkaar al deze tijd, alsof ze elkaar allemaal niet kenden, niet wisten wat er speelde. Maar echt, deze, die probeert van alles en dat, hoe die binnenkomt, is echt alleen maar met liegen, valsspelen, stelen en daarna wordt het niks. Wordt het niet geaccepteerd, mag het niet groeien. Want het valt toch niet te bloeien. Er zit geen liefde aan, er zit geen licht aan. Het is niet eerlijk, het is niet de waarheid. Het is alleen maar willen voor luxe. En ondertussen dan doen alsof Sophie arm is. Maar als je alleen maar aan het gokken bent en alles direct aan het uitgeven bent om te zorgen dat de waan door blijft gaan, de leugen intact blijft. Echt te maken met een groep die alleen maar bezig is met erfenissen stelen, met destiny stelen. En dat doen ze met fraude, met hacken, met corruptie. Ziet er gewoon alleen al sinister uit. Alleen maar bezig geweest met pesten, plagen, klieren. Allemaal anonieme accountjes erbij, van een fidère, je beste vriendje, tot de filmmaker, tot de huub. En zo alles wat daar weer omheen hangt, wat allemaal ziet van wow, iedereen wordt voor dit belachelijk gemaakt, voor dat belachelijk gemaakt, voor zus belachelijk gemaakt. Maar als hij het doet, is het zogenaamd niet belachelijk. En dat is een soort van de karma weer leggen en aan andere mensen geven. In ieder geval voor het grotere publiek, want God werkt via de mensen. Maar bij hun is geen God. Ze zijn niet met de godsbron, maar ze zijn wel gewoon weer met de God blasphemy. En doen alsof ze met God zijn. Het is echt in en in triest. Het zal nooit wat worden, het gaat nooit ergens heen. Het zal alleen maar het fake blijven wat er omheen blijft hangen. Het helemaal geweldig vindt dat er anderen gesloopt worden. Over anderen negatief en slecht gepraat wordt. Neergezet wordt weer als een controlepositie of... recht. Daar waar geen liefde, geen licht zit. En alles wat er omheen blijft hangen is gewoon net zo verrot. Heb de boel opgegeven of zo. Hebben echt geen zelfliefde, geen zelfrespect. Dus dat vinden ze dan geweldig of zo.